Hé, maar op die eerste foto baseer jij, ik ben hier alleen maar om geneukt te worden. Ja, sorry. Beetje fuckboy vibes wel. Ja. Spuiten en slikken, de podcast. Voor je wekelijkse portie seks en drugs. Hey allemaal en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Spuiten en Slikken podcast. Zoals je kan horen ben ik Diva en ik ben hier vandaag natuurlijk weer met Roos en Ralf. Hoi! Hey jongens, hoi. Leuk jullie weer te zien. Deze week gaan we het hebben over het leed dat daten heet. Want het onderwerp van deze week is dating apps. Nice. Woe. Ja. Ben je weer een beetje aan het daten, Diva? Nou. Word ik daar een update? Goeie. Ja, jongens, ik hang het maar aan de grote klok. Helaas ben ik weer single. Oef. Tegen wil en dank in. Oh, dit jouw inbox gaat overstromen, denk ik. Nee, ik ben weer single en ik vind het niet leuk. Maar aan de andere kant denk ik... Ik ben nu wel vrij om te gaan daten. Nee, is ook niet leuk. Maar ik heb onderzoek gedaan naar aanleiding van dit thema. En ik heb nu wel zoiets van... ja, er is namelijk een nieuwe trend gaande waar ik straks dieper op inga. In de online datingwereld. Oh. Waardoor ik een beetje heb van, misschien kan het nog best wel leuk worden. Wow. Maar ben benieuwd. Daar ga ik jullie straks iets over vertellen. Beantwoord mijn vraag. Ben je aan het daten of niet? Nee, ik ben niet aan het daten. Nee, ik ben nog elke dag aan het huilen in mijn bed. Ja. Hopen dat hij me terugneemt. Ja, is ook leuk. Dan moet je nog even doorheen. Ja, dan moet ik nog even 2 jaar doorheen. Maar hoe is het met jullie? Ja, goed. Goed. Nog iets spannends meegemaakt? Nou, ik heb best iets spannends meegemaakt. Vertel. Oh. Ja, met jullie erbij. Want wij gingen vorige week meedoen met de sekstelefoon. Dus Diva en ik gingen voor een nieuw seizoen voor Aan het Werk. Die komt er weer aan. Gingen meedoen. We liepen mee bij iemand die echt werkt, fulltime werkt als sekstelefoniste. Dus dat is gewoon wat je denkt. Eigenlijk, je gaat naar een site, je kiest iemand uit en je belt dat nummer en dan heb je een seksgesprek. Ja. Het bestaat nog. Het bestaat nog. Ja. Dat wist ik ook echt niet. En hoe? Ja. Het bestaat echt volop in geur en kleur. En alles wat je wil, kan je daar vinden. Daar hebben wij een profiel in gemaakt. En we hebben ook echt mensen aan de telefoon gehad die niet wisten wie wij waren. En hoe vond jij het om te doen, Dief? Nou, ik dacht eerst, als ik word gebeld, ga ik huilen. Maar ik vond het nog best wel leuk om er een beetje op in te gaan. Maar dat zien jullie nog wel terug in de aflevering. Je hebt ook bijna gehuild. Ja. Ik heb ook bijna... Ja, maar ik heb ook doorgezet. Dat is waar. Ik heb ook doorgezet. En ik vond het wel grappig. Zeg maar, een beetje dat spelen vond ik wel leuk. Het was heel grappig, want die was dus eerst helemaal niet zenuwachtig. Maar toen ze mensen aan de telefoon kreeg, juist error. Ja, toen werd het echt. En bij mij, ik vond het zo spannend. Omdat je gewoon niet weet wat er gaat gebeuren. En eenmaal sprak ik iemand en ik ging... Echt best wel heel ver. Ja. En ja, tot het einde. Een beetje een dominante kant laten zien. Maar ik wilde me wel gewoon volledig aan overgeven. Ik dacht, ik wil nu gewoon alles geven ook. En ik wil het niet soort van voor de grap doen. Want die mensen bellen echt serieus naar die lijn omdat ze wat willen. Ja, je werd echt een heel ander persoon in één keer. Ja, want jij zat naar ik mij te kijken. Ik heb gezien, jij veranderde in dominatrix. Het onderwerp van deze week, dating apps. Ralf, wat is de eerste reactie die door je heen gaat? Ja, echt schaamte. Schaamte? Hoezo? Ik zei toch net, ik vind het gewoon zo kut dat, om erop te zitten. Ja, maar ik zit er toch op. Ja. Maar de hoezo? Helft van de jongeren zit op dating apps. Omdat ik het gewoon zo kunstmatig. En ik vind het ook totaal niet romantisch. Maar dat doe je toch niet? Het is een soort. Nou ja, dat is dus het grote ding. Want je doet het toch. En het voelt als een soort... Het voelt als bijna een soort social media waar je in vast blijft zitten en dat swipen, dat spelletje, zeg maar. Die vleeskeuring. Het voelt ook echt als een spel. Voelt heel, heel vervreemd eigenlijk. Ja. Ik vind het heel raar, maar toch doe ik het, ja. Ik snap wel, want dat het voor mannen heel anders kan voelen dan voor vrouwen. Want Roos vindt het altijd leuk om dingen te raden. Ja. Wat denk je dat de verhouding is, man en vrouw, op dating apps? Hoeveel erop zitten? Hoeveel procent mannen, hoeveel procent vrouwen ongeveer? Dat is lastig te zeggen. Misschien 70% man, 30% vrouw. En wat denk jij, Ralf? Ik denk 65 vrouw,
Resman? Ja. Echt? Nou, oh. Ik dacht meer van, wow, ja. Dit verbazing? Klopt zo niet. Ja, oh. Dat was een... Wat dan? Wat is het? Het is dus 3 keer zoveel mannen dan vrouwen. Oké, okay, dus 75% man? Zo. Ja, ja. Hoe kan dat? Nou, daar gaan we straks dus... Achterkomen? Het voelt dus ook echt als elleboogwerk, als man. Het voelt dus echt alsof vrouwen... Nou ja, vriendinnen van me, die zitten er ook mm-hmm. op. En die komen om in alle likes. En ja. De man die moet dus echt keihard gaan werken om... Is dat zo? Hoe vaak krijg je likes? Ik krijg niet heel veel likes, nee. Nee, maar dat kan ook aan mijn domme profiel liggen. Is het dan eentje per dag of zo? Of is het of een paar per dag als je dan een beetje actief zou swipen? Ik weet het eigenlijk niet. Ik weet het niet, 10 op een dag of zo? Ja. Terwijl vrouwen zitten volgens mij in de honderden. Maar ik denk dus dat heel veel mannen gewoon blind alles naar rechts swipen. Want ik had dus 1 keer een profiel aangemaakt om dit te testen. Omdat ik dacht van, nou, kijken hoe... Ja. Ver je kan gaan dat mannen nog naar rechts swipen. Dus ik had een profiel aangemaakt met zo lelijk mogelijk een foto van een zwangere, een stokfoto van een zwangere vrouw die werd gelikt door een paard op haar buik. Zelf van hihi. En had ik dan bijgezegd van nee, jij bent lelijk of zo in de beschrijving. En echt allemaal domme shit. En alsnog kreeg ik zoveel likes en matches dat ik denk mensen swipen gewoon blind. Klopt, maar... Ja, dat geeft alleen maar aan in wat voor nood de man ja. zit, toch? Ja. Ja, want het klopt ook dat omdat mannen zich daar zo bewust van zijn, dat er veel minder vrouwen op zitten, swipen ze gewoon eerder naar rechts als je iemand leuk vindt. Ja, ik heb zo lang niet op het Zij swipen dus eigenlijk pas tussen hun matches. En dan gaan ze pas nadenken van, vind ik diegene echt leuk. Zij weten dat de kans al heel klein is om een match te krijgen. Dus vandaar dat ze gewoon wat sneller swipen dan de vrouw. Ja. Omdat de vrouw toch al weet van ja... Er zijn zoveel mannen. Dus voor vrouwen hebben gewoon meer keus. En dat kan ook zorgen voor een dating app burn-out bij mannen. Oh, ja. Meen je dit nou? Ja, dat is echt. Wordt het vergoed als je hiermee naar de zorgverzekering gaat? Wat? Nee, maar je krijgt gewoon een burn-out van... Ja, fuck, voor wat doe ik dit eigenlijk? En je ziet zoveel profielen voorbij komen waarvan je denkt van... Oh, dit is interessant. En als je dan daar geen match mee krijgt... Ja, dan snap ik wel dat je op een gegeven moment... Ja, want... Oh, ja. Het is dus eigenlijk het constante gevoel dat je wordt afgewezen. Ja. Terwijl je zelf dus zo graag wil. Ja. Ja, ik snap. Daar heb ik er nog nooit over nagedacht. Ja, ik snap wel dat echt voor psychische shit kan zorgen. Ja, maar toch, als je eens nagaat, hoeveel mensen kennen jullie die een relatie hebben overgehouden aan een dating app? Wel echt veel. Ja. Ja? Ja, ja ik denk ook. Echt 50-50. Als je vraagt hoe heb je iemand ontmoet, dan is het standaard antwoord dating app. Wow. Nou, ik ken echt 1. Nee, niet. En ik. Ja, of van wat 2 van mijn exen heb ik via een dating app. Ja. Het is dus 1 op 5. 1 op 5? Ja. Wow. Dus moeten jullie eens raden hoeveel profielen je in een swipe sessie te zien krijgt? Hoe bedoel je? Een gemiddelde swipe sessie, als je gaat swipen, hoeveel je er dan ziet? Ja, hoeveel profielen je tegenkomt. Maar je ziet er toch tot wanneer jij stopt? Ja, hoeveel is dat gemiddeld, denk ik? Ik denk honderden, 500. Nee. Nou, vooral swipe jij de hele dag. Nou ja, ik kan dus echt op dezelfde manier als dat ik op Instagram scroll. Echt zo hyperfocus. Echt gewoon zo blind door swipen. Ik denk dat je na 200 wel echt op bent. Ik denk 180 of zo. Het is 140. Oh ja. En relatiewetenschapper Tila Pronk zegt hierover. Door deze keuzeoverdosis zijn we minder tevreden met de profielen die we te zien krijgen. Hierdoor worden we pessimistisch en denken we dat we nooit de ware zullen vinden. Ja, wow. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is met alles. Net als toch op Netflix, als je iets wil kijken, je hebt juist te veel keus. Ja. En ook ben je een soort Pokémon's aan het verzamelen, want dan heb je een match en dan ga je gewoon door. Terwijl je denkt, dat wilde je toch? Maar dat is het dus denk ik ook. Het gaat de mensen die erop zitten, of misschien ook als ik naar mezelf kijk, het gaat waarschijnlijk niet puur om het vinden van een match, maar puur het gevoel van die bevestiging krijgen. Ja. Dus weten dat je met iemand gematcht bent, is al genoeg. En daar hoef je vervolgens niet... Ook inderdaad, als op het moment dat we gaan dat er wordt gepraat, die bevestiging al. En kennelijk heb ik dat nodig. Echt? Ja, echt. Ja, maar dat is wat triest het is. Ja. Je zit er gewoon meer om je eigen waarde een beetje op te krikken. Ik denk dus dat het voor mij een soort social media... gevoel. Want het is gewoon weer een nieuw soort manier van jezelf presenteren en daar likes voor krijgen. Eigenlijk is het precies dat. We hebben weer 3 stellingen deze aflevering. Ah, ja. En de eerste stelling is,
ik date alleen nog maar via apps. Nou, jij dan wel, Rob? Of niet? Nou, ik date eigenlijk sowieso nooit. Ik heb eigenlijk nooit echt gedate. Maar ik heb dus... Nou ja, dus het antwoord is nee. Want ik date niet alleen via apps. Maar ik heb wel vorige week een date gehad. Oh. En ik was echt verrast over hoe leuk dat was. Oh. Want je kan dus helemaal vanaf nul beginnen. Dus via een dating app. Eigenlijk het enige wat je van iemand weet zijn die paar foto's die je ziet. Ja. Maar dingen als stemgeluid, mimiek, houding, ja. Iemands blik. Een heel groot gedeelte van mensen interesses en dat soort dingen. Hele persoonlijkheid. Dat weet je helemaal niet. Ja. En het is best wel leuk om daar dan in een date achter te komen. Is dat leuk? Ik vond het heel leuk, ja. Een eerste date, vind je dat leuk? Ik vond het... Ja, ik vind dat meestal wel... Ik vind het ongemakkelijke vind ik ook wel grappig of zo. Ja. Maar dat vind ik ook wel wat hebben. Je kent elkaar dus helemaal niet. Nee, helemaal niet. En dus, echt voor het eerst gedaan. Ja. Dus op basis van jouw profiel heb jij uiteindelijk een date weten te strikken. Ja, ik weet ook niet hoe ik op mijn... Ja, bizar. Ja. Maar hoe ging het? Nou, goed. We gingen gewoon ergens wat drinken. En toen zijn we... Ik zou eigenlijk met iemand naar een club gaan, maar die ging niet meer. Dus hadden we twee kaartjes voor een club waar we heen gingen. En toen zijn we daarheen gegaan. Dat was gezellig. Je bent uitgegaan? Nee. We zijn uitgegaan, ja. En hebben jullie nog... Waar is het geëindigd? Dat hou ik even in het midden. Oh, dan weet ik denk ik al waar het is geëindigd. Hé, maar... Wel, ik ben trots op je. Dus jouw profiel was goed genoeg om er uiteindelijk een date uit te kunnen halen. Ja, het is gelukt. Ja, wil je hem zien? Oké, ik wil hem heel graag zien. Want ik heb namelijk onderzocht wat een goed profiel maakt op Tinder. Waarmee je dus de meeste likes kan krijgen. Dus, Nou, maar dat wat ik dus ook heel leuk vind om te zien, is dat een profiel, je ziet precies hoe mensen gezien willen worden. Ja. Je kan een heel kunstmatige persoonlijkheid laten zien. Ja, klopt. En van, oh, ik kies precies deze foto, want ik wil dus kennelijk dat... En als je dan jezelf zo ook gaat analyseren, dan denk je ook ineens, waarom wil ik dat mensen mij op deze manier zien? Ja. Wat probeer ik over te brengen? Ja, en ik heb dus gevonden wat het allerbelangrijkste is in een eerste foto. Oh, echt? Ja, willen jullie het nu al weten? Oh, nou, misschien raden? Misschien moet je eerst die van mij zien. Ja, oké. Okay. Oh, okay, eerst die van Ralf. Okay. Hoe jij de foto hebt. Ja. Oké, dus dit is jouw profiel. Wat is er? Ik ga stuk. Jongens, de foto van Ralf is letterlijk hoe het wordt omschreven op die site. Oprecht, Ralf. Over hoe je moet doen of niet? Ja, ja. Wat dan? Oké, dus we kijken naar een foto van Ralf, die soort van candid van, oh, ik weet niet dat er een foto wordt gemaakt. Ja. Dus hij kijkt naar de zijkant en hij heeft twee drankjes in zijn hand. Dus echt een sociaal dier. Een heel gezellig drankje. Een heel gezellig drankje met zo'n parasolletje. En het is een beetje zo cool boy, een beetje zo VPRO flower boy. Ja. Wow, je kan me echt niet zo doen. Oké, nee Ralf, wat waren jouw redenen om die foto te... Ja, dus daar heb ik ook over nagedacht. Ja. Ik denk dat ik... aangezien ik op deze app vooral ben om dus gezellig een avond te daten of meerdere avonden of een drankje te drinken. Ja. En ik hou ook wel van een drankje. Mm-hmm. En ik hou ook van exotische drankjes. Dus ik ga met twee drankjes die foto, die vertegenwoordigt wel een beetje wie ik ben en waar ik naar zoek. Nou, ik had niet gedacht dat hier zo'n gedachte... Nee, maar die heb ik dus achteraf erop geplakt. Dus ik heb hem gekozen en toen ging het analyseren. Toen dacht ik, oh, dat zal vast dat zijn. Ah, zo. Ja. En als je kijkt, want nou heb je het alleen maar over die drankjes. Als je een beetje kijkt naar jezelf, je gezicht, je houding. Mezelf. Maar je kijkt dus niet recht in de camera. Ja, dat vind ik dus echt heel irritant. Oh. Ik wilde namelijk gaan raden van wat is het belangrijkst. Ik vind het belangrijkst dat er een foto is, niet van meerdere mensen. Dat vind ik zo irritant. Altijd van die mensen die dan twee, van wie ben je? Ja. En dan in de camera kijkend en lachend, het liefst. Ja? Niet zo stoer kijken. Zo. Ik heb toch wel een lach op mijn gezicht. Maar heb je maar één foto? Nee, je kan scrollen. Oh, ik wil zeggen red flag. Ja, ik heb hier lang niet meer op gezeten. Maar wacht, Diva, vertel van dan. Ja, de eerste foto is dus het allerbelangrijkste. Ja. Dus we gaan het even alleen over de eerste foto van Ralf hebben. Okay. Ook al ben ik heel benieuwd naar de rest. Ja. Maar uit onderzoek van een grote datingsite die meer dan 500.000 profielfoto's analyseerde,
kwam het volgende. Een succesvolle profielfoto is een foto waar je gezicht duidelijk en scherp op staat, waarbij je niet direct in de camera wilt kijken. Oh. Gefocust wegkijken is het beste. Dit komt mysterieus over. En vrouwen vinden dat spannend. Hebben de mannen dit geschreven op de vrouwen? Want... Nee, dit is dus wat blijkt. Nah. Mannen die de meeste likes krijgen van vrouwen, die kijken mysterieus weg. Ik vind het zo doorzichtig, sorry. Ja, maar ik moet zo lachen, want nu denk ik... Ralf, heb jij dit ergens gelezen? Nee, maar ik vind dit gewoon een... Dit is ook mijn profielfoto op WhatsApp. Dit is gewoon wie ik ben. Ja, ja. Maar dit werkt dus het beste. Gefocust wegkijken. Sorry, maar ik wil toch nog heel even verder over dit profiel. Maar Roos, vind je het zo'n slechte eerste foto? Nee, het is echt niet zo slecht. Oh, okay. Dat is, nee, het kan echt veel slechter. Alleen, ik zou hem dan niet als eerste foto doen. Mm. Ik vind een goede tweede of derde. Maar goed, dat is mijn... Maar nee, ik wil even zeggen dat je de mogelijkheid hebt om iets over jezelf te schrijven hier. Oh ja. En Ralf heeft de tekst. Yes, yes, yes. Ja, wat ga je daar zeggen? Nou, niet yes, moest yes, daar yes. Iets zeggen. Ja. Wil je weten wat je daar het beste kan zeggen? Ja, jongens. Naast uiterlijk, en ik kan het misschien al raden, wat vinden vrouwen nog meer belangrijk, Roos? Als je een man ziet voor het eerst. Op een datingprofiel naast uiterlijk, misschien met vrienden? Nee, dat vind ik eigenlijk helemaal niet. Dieren, dat is leuk, hè? Oh, als je zo'n foto met een hond Nee, dat vind ik cringe. Ja, dat stond ook bij de tweede beste optie. Een foto met een dier. Nou. Ja, maar die doen het er echt om. Ja, dat, ja. Ja maar ja. Behalve met een kooikarper, dat vind ik dan. Geil. Dat vind jij echt geil, hè? Ja, zo'n man met zo'n grote vis. Nee, hou op. Nee, dat vindt ze echt geil. Ja, lekker mannelijk. Maar humor. Creativiteit en humor. Maar hoe laat je die humor in een foto zien dan? Of in de tekst bedoel je? In de tekst. Progressief, bachelor, man, boksen, nachtclubs, kroegen. Oh, heb ik dat echt? Heb ik en echt een foto met Jurre Geluk. Dat is ook een beetje beting, hè? Nou, ik sta daar toch goed op gewoon. Alsof het om jou gaat in die foto. Het gaat om mij, om die foto. Ik ga nu stoppen met afzeker. Maar interessant, heb je nog meer tips, Diva, vooral? Ik had bijvoorbeeld laatst een paar jaar geleden een profiel aangemaakt. Gewoon om te kijken wat er allemaal op zat. En toen was er één jongen, en het was niet de knapste jongen ooit, maar hij had een soort van PowerPoint-presentatie over zichzelf. En het was echt in zo'n word art opmaak gemaakt. En het was zo grappig. Dat ik hem gewoon... Ja, precies. Ja. En zelfspot werkt dus ook heel goed. Ja. Zelfspot, humor, creativiteit. Ja, oh ja, dat en, snap ik. En vooral jezelf niet te serieus nemen. Dus niet al je kwaliteit erop zetten. Maar als je dat wel wil doen, dat zag ik ook, is heel leuk dat je een soort van... recensies over jezelf. Ze schrijft van... vier op de vijf vrouwen zou mij aanbevelen in bed. Zoiets, weet je wel. Nou, ik had mezelf een keer verkocht. Had ik een profiel en dan als tv. Van now available in HD, lala. En toen had ik gezegd van now available on demand. Maar ik wist niet wat dat betekende nog. Dat zie je toch allebei tv's. Maar on demand betekent gewoon dat jij appt en dat ik kom om te neuken. Ja, wanneer jij wil. Nou, dat is per ongeluk gedaan. Dus dat is tof. Maar het had je heel veel likes niet. Ja, maar zouden jullie me swipen? Nee. Echt niet? Ik kijk echt veel te snel. Ik vind hem, ja, ligt eraan. Als ik op zoek ben naar lust, misschien wel. Maar echt voor langere termijn denk ik, je neemt het iets te serieus. Ik neem het serieus? Ik denk meer van, jij zit hierop om geneukt te worden. Wat doe je? Nou, weet je waardoor het komt? Waardoor komt dat? Die quote, yes, yes, yes. Nee, sorry. Dat is mijn antwoord. Ik moest letterlijk gewoon iets inzetten. En dit was het eerste wat in me opkwam. Iets was beter geweest. Maar, nee, ik vind je foto's oprecht leuk. Hè, maar op die eerste foto baseer jij... Ik ben hier alleen maar om geneukt te worden. Ja, sorry. Beetje fuckboy vibes wel. Ja. Wat? Maar dat is niet erg, want daar kan het ook mee beginnen. Ja, maar het is een beetje zo'n drankje wegkijken. Mm. Ja. Maar het is denk ik... Als je die als tweede of derde hebt, dan denk ik inderdaad cute foto. En dan de eerste gewoon... Gewoon wow, leuk in camera. Jullie... Maar niet keihard. Nee, het zijn wel echt leuke foto's. Alleen je ziet wel van... Ik mis een beetje de... Het schemert er wel in door. Iets te fuckboy, ja. Waarvoor swipe jij? Wat voor profielen van vrouwen? Wat voor foto's? Ik swipe gewoon alles. Alles met hartslag. Als het een hartslag heeft. Er is denk ik geen pijl op te trekken. Ik denk het echt niet. Ja, dat zeg je, hè? Dat je geen type hebt. Ja, ik denk dat het... Maar wat swipe je dan niet? Ja. Wat swipe ik niet? Dus inderdaad mensen die zichzelf... die allemaal van die soort modellenfoto's in gaan doen. Of, ik haat al die half dooie grapjes die mensen in hun shit zetten. Zoals?
weet ik veel, Wake Me Up for Tequila of zo. Of weet ik veel. Nou ja, gewoon allemaal domme vatten. Zit ik wel een beetje yes, yes, yes hoor. Jongen, wat? Wat? Nee, je doet het goed, Rob. En je hebt een date gehad uit je profiel. Ja, ja, maar nou, daar ben ik nu ook heel erg verbaasd over. Nee, ik ben trots op jou. Wat voor vrouwen het beste werkt uit hetzelfde onderzoek is naar de camera kijken en lachen of flirterig kijken. Dus die juist moet, niet wegkijken. Die moeten in Waarom? De camera kijken. Ja. Oh, ik vind ja. het vrouwen zo irritant, ook bij parfumreclames, dat vrouwen altijd zo gewoon mooi en een beetje seksueel en ja, ja en, weet en dan wat, mannen altijd stoer wegkijken. Ja, maar weet je wat ik ook irritant vind? Dat wat mannen ook heel belangrijk vinden aan een vrouw, is dat je laat zien dat je meer bent dan een mooi plaatje. Dus laat ook... Zeggen ze dat dan? Ja, dus laat in je profiel zien dat je ook een interessante hobby hebt. Of maar zo. Dat werkt denk ik toch gewoon bij iedereen goed. Zelfspot en een beetje je voeten op de grond. Ja, maar ik denk ook, wat nou als je alleen maar mooi bent en verder niet zoveel kan hebt? Kan ik er wat aan doen ja. dat ik alleen maar mooi ben? Volgende stelling is als volgt. Eerste dates zijn altijd kut. Dus als je dan eenmaal een date hebt te pakken... Ja, 100%. Ja? Waarom? Ja, dat is toch kut. Daar heb je toch helemaal geen zin in. Daar moet je gewoon doorheen. Ik zeg niet dat maar het waarom niet zoek waard je het dan is. Op? Nou, omdat je een tweede, een derde en alles date wil. Mm. Maar ik vind het niet... Het kan meevallen, maar ik vind het begin ervan altijd kut. Dat je gewoon aankomt, dat je soort helemaal zenuwachtig bent. Dat je soort van... Dat je niet weet... Ja, maar dan moet je omarmen. Dat hoort er gewoon bij. Dat ja, hoort dat er ook wel grappig. Bij, maar ik vind het kut dat erbij hoort. Ja, maar die ander heeft dat toch ook? Het is, ja. Ja, maar nog steeds kut. Oké. Okay. Ik vind dat gewoon zo ongemakkelijk. En dan ook, weet je wat kut is? Dat je aankomt, dat je meteen denkt, dit wordt hem niet. Ja, heb je dat gehad? Ja, oh, wat doe je dan? Ja, gewoon dat je denkt, van nee, wij matchen gewoon niet. Maar heb je gewoon al bij de eerste blik, net als bij first date, weet je wel, dat je hem ziet zitten en dat je denkt, nee, nope. Want die vleeskeuring heb je er eigenlijk dan al wel gedaan. Dus ik denk qua uiterlijk dat het tenzij ja, maar je alsnog, wordt catfished. Ja, dat. Nee, dat heb ik nooit gehad. Okay. Maar ja, als het gewoon, ja. Nee, ik vind het altijd kut. Ja, ik had dus ook altijd dat idee van de eerste date is echt fucking kut. Maar er is een nieuwe ontwikkeling gaande, een nieuwe trend. Nieuwe ontwikkeling. Onder de Gen Z'ers. Oké. Okay. En dat is daten voor het plot. Hoe bedoel je? Dus, voor het verhaal? Ja, dus deze nieuwe generatie daters laat ons zien wat het betekent om te daten voor zelfontwikkeling in plaats van de uitkomst ervan. Ah, dat vind ik leuk. Dus dat je jezelf ziet als main character. Een soort van sitcom hoofdpersonage die nu een keer op een date gaat. En het maakt niet zoveel uit hoe het gaat. Als het kut gaat, dan heb ik weer een leuk verhaal aan mijn vrienden. En als het goed gaat, dan zien we het wel. Dat helpt wel. Ja, man. Ja, dit toch? Is denk ik gewoon hoe je alles moet doen. Daten voor het verhaal. Ja. Nee, ja, gewoon alles doen voor het verhaal. Maar Rolf, heb jij altijd seks op een eerste date? Daar kan ik me niet te veel over uitlaten. Maar heb jij voor jezelf bedacht dat dat bijvoorbeeld echt een no-go is? Of is een date pas geslaagd als je seks hebt gehad? Hoe kijk je daar tegenaan? Ik vind het geen no-go. Oké. Okay. Ik denk als ik... Dit heb ik een beetje bedacht hoor, laatst. Maar ik denk dat als ik echt iemand leuk ga vinden of kan vinden... Ja. Of echt voel van, oh, ik zou met deze persoon wel iets aan willen gaan... Dat ik het dan... misschien wel leuk zou vinden om nog geen seks te hebben. Om dat uit te stellen, zodat het een beetje spannend blijft. Nou, je weet het. Dus als je meteen seks hebt met Ralf... Nou, ja, dat is dus nou, dat is flauw. Dat is dus niet per se zo. Maar, nee, ik vind het wel een goede regel, hoor. Kan natuurlijk gebeuren, maar als je erover nadenkt, dan... Maar heb je niet vaak dat je dat voorneemt? Dat heb ik vaak gehad. Dan ga je helemaal zo... Ik ga niet mijn kut scheren, want ik ga niet seks hebben. En dan, of echt, ik hoor vaak van vriendinnen. Uiteindelijk, wat gebeurt er? Seks met de harige kut. Ja, every time. Ik wilde zeggen dat daar dus onderzoek naar is gedaan. Heel veel onderzoek of het echt uitmaakt of niet. En het blijkt dus dat het geen reet uitmaakt. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit, nee. Maar voor wat? Gewoon of die persoon je daarna nog een keer wil zien. Of je dan te snel bent gegaan of niet. Of dat je het moet uitstellen. Nee, maar daar ik vertrouw er wel op dat je elkaar dan nog een keer gaat zien. Maar de dates daarop blijven gewoon nog net iets spannender als je nog niks hebt gedaan. Ja. Snap je? Ja. Want het bouwt een beetje op. Ja, dat is persoonlijke voorkeur. Ja, dat is zeker persoonlijk. Natuurlijk. Ja. Maar het maakt dus niet uit. Wauw. Ja. Good to know. Oké. Okay. Volgende stelling. Als je betaalt voor een app, heb je meer kans op een match. En dan ga ik jullie weer wat laten raden. Oh.
Ja. Nou, dat mag ik hopen van wel. Ja, hoeveel geld hebben Nederlanders vorig jaar uitgegeven aan dating apps? Oeh. Wacht, per persoon gemiddeld? Nee, gewoon in totaal. In totaal? Nederland in totaal aan dating apps. Ja, miljoenen. Miljoenen? Ja, dus als je kijkt hoeveel mannen er op dating apps zitten en hoeveel mannen geld uitgeven. 18 miljoen mensen. 1 op de 18 heeft denk ik... half miljoen. Een half miljoen? Ik denk 20 miljoen. Het is 70 miljoen. Oei, joh. En ik vroeg me ook af waar je dan precies voor betaalt. En je hebt dus exclusievere dating apps waar je echt op toegelaten moet worden. En daar, hebt natuurlijk ook gewoon hele abonnementen. Die gaan echt op premium. Ja, nee, je hebt abonnementen en die gaan echt op tot... een van de bekendste die is ongeveer 40 euro per maand. Ja, je hebt dus dat ook zijn die echt hele hoge dure. Maanden. Ja, shit. En ook die premium versies, bijvoorbeeld dat je betaalt en dan kun je zien wie jou heeft geliked. Dus ja, dan bespaar je jezelf heel veel scrollwerk. Ja, ik zou dat wel doen hoor. Ja, ik ook wel. Ja. Maar ik heb nooit betaald voor een dating app, maar ik heb wel ooit geld verdiend door een date op een dating app. Leg uit. Oké. Een van mijn beste vriendinnen die zat een keer op een van de bekendste dating apps. En ze kwam daar een profiel tegen van een man en daar stond... je krijgt 50 euro als je je blote voeten op mijn gezicht doet. Dus zij stuurde dat naar mij door. Een beetje een soort van, Roos, klopt dit, denk je? Ik zeg, nee, dat is bullshit. Sowieso fake, want dat klinkt veel te makkelijk, toch? Mm-hmm. Maar toen waren wij geïnteresseerd. Toen ging ze toch reageren en het klonk best legit. Ze ging met hem whatsappen en uiteindelijk wilde ze dus met hem afspreken. En toen was ik met een groep van 3 vriendinnen en toen dachten we, oké, laten we dan samen gaan. Dus wij hadden afgesproken met die man op een openbare plek. Ergens in Amsterdam, was gewoon heel druk. En ik dacht, hij komt toch niet. Ik geloofde het nog steeds niet. Maar we waren in ieder geval klaar lichte dag met z'n drieën. En we zouden dus allemaal 50 euro cash krijgen... om dat een halve minuut op zijn hoofd te leggen. Wat op zijn hoofd te leggen? Voeten, blote voeten. Holy shit. Ja. Dus, maar dan moet je op hem gaan staan. Dat je allebei moest liggen. Dus wij... dat ga ik je vertellen. Dus wij... kwamen op de afgesproken plek en daar kwam hij aan. Je zag hem ook al meteen een beetje zo zenuwachtig. Heel liefdig zag hij eruit. En hij legde meteen uit van, ja, ik doe dit af en toe. Ik vind het gewoon heel geil, lalala. En ik geloofde het nog steeds niet. Ik zei, oké, weet je wel, laat dan het geld zien. En hij gaf ons gewoon vooraf al alle 350 euro. En toen ging hij vervolgens liggen op de grond. En dan zat ik op een bankje. Mensen konden jullie gewoon zien? Mensen konden ons gewoon zien. Ja? Maar ja, dat is dus ding. In Amsterdam is iedereen zoveel gewend dat het boeide ze echt geen reet. Die dacht, iemand is weer een of ander CQV-project aan het doen. Of een TikTok aan het maken. Maar hij ging liggen op de grond en ik zat op een bankje, deed mijn schoenen uit en ik dacht, ik heb een alter ego, want ik wil niet. Want het moest dus gefilmd worden. Voor eigen gebruik, zei hij. En ik denk, ik ben Lindy, dat is mijn alter ego. Ik zat helemaal in die rol. Vervolgens zegt die vriendin, ik leg mijn voet op zijn hoofd meteen. Gaat het goed, Roos? Zo op het filmpje. Dus als je ooit het filmpje ziet, stuur door, please. En toen moest ik gewoon een halve minuut mijn voeten zo op zijn hoofd rusten. Oh. Dat was het. En hij werd... Een half uur? Een halve minuut. Oh. Wat werd hij? Hij werd helemaal geil. Hij kreeg een stijve. Zag je dat? Zag je het groeien in zijn broek? Ja, ik dacht, nu doe ik het goed. Dat is mooi, dat is goed nieuws. Toen hebben we dat allemaal gedaan. En daarna elkaar de hand geschud en... Toen heb ik een groepchat aangemaakt, genaamd Business, met een stokfoto van een vrouw met voeten bloot. Toen wilde hij nog allemaal andere dingen doen. En, is dit echt? Dit is echt. Oh, ik heb het gedaan. Oh, ik dacht dat van die groepschat voorzien je nu. Nee, dit is echt allemaal waar. Ga verder. Hij noemde zichzelf ook voetenman. Dat was het deel waarvan je dacht dat ze het verzon. Huh? Oh, een groepschat? Zouden jullie dit doen? En daarna wilde hij steeds extremere verzoekjes. Hij wilde naakt bij ons thuis schoonmaken. Toen dachten we, nee. Ik zou die aannemen. Ik zou die vorige niet doen, maar... Zou je dat niet doen? Hoezo? Nou, dat hij mijn hele huis komt schoonmaken. Ja, maar zou je echt niet even met je voeten op zijn hoofd rusten? Ja, misschien eigenlijk ook wel. 50 euro. Allebei. Echt in 5 minuten snel verdienen. Het was echt een win-win situatie. Oké, ja. Oké, maar jij werd dus betaald door een app. Ja. Ik voel me dus echt wel een soort... geldkoe of zo. Als ik daar, ik betaal zelf niet. Maar het hele ding van een dating app is dat wat een dating app wil en wat jij wil, ligt heel ver uiteen. Een dating app wil je dat jij zo lang mogelijk op die app zit. Ja. En op het moment dat jij een match krijgt waar je een relatie mee krijgt, dan ga je van die app af. En dat willen zij helemaal niet. Oh my god. Dus zij willen jou gewoon zo lang mogelijk in dat systeem houden. Als een soort gokkas waar je elke keer weer nieuwe mensen ziet. En dat is waar. Geld kan betalen en je kans verhoogt, maar dan weer niet een match krijgt. En zo houden ze je erop.
En zo voelt het dus ook heel erg van als ik er dan op zit, dat het een soort beloningssysteem is. Dus bij de grootste app heb je ook dat als je iemand naar links swipt die jou naar rechts had geswiped, dan staat er, je hebt een match gemist. En dan zie je dus van, oh, deze persoon had mij dus gewild. Oh, dat zorgt dan weer voor die dopamine boost en daarin ga je door. Ja. En dat is het hele verdienmodel van die apps. Ja, wow. Van dat je er gewoon zo lang mogelijk op zit om maar die bevestiging te krijgen. Maar ja, ze willen niet dat je een match krijgt. Dat is waar natuurlijk. Ja. Maar wow, het is niet het verdienmodel van alle apps. Want je hebt bijvoorbeeld ook apps, volgens mij is het één app waarvan ik dat weet, die gratis is. En dan als je eenmaal een date hebt gepland, dan betaal je €6. Oh, ja. En dan zeggen ze, dit is dan voor het eerste drankje. En als je die date cancelt, dan krijg je dat niet meer terug. Een soort van aanbetaling voor de date. Je hebt ook apps die ook wel zo'n abonnementenservice hebben. Maar er zitten bijvoorbeeld ook heel veel restaurants en cafés aangekoppeld. Dus die willen dat jij op date gaat. Maar die locaties zijn er ook over ingelicht. Dus dan kun je gewoon veilig op date. Dat is slim. Ja, dus het is niet zo dat elke dating app een gokkast is. Maar de meeste denk ik wel. Ja, de meeste wel. Dus er is ook heel veel keus. Dus ga er zorgvuldig mee om, jongens. Dat waren de stellingen. En dan gaan we naar de comment van de week. Comment van de week. Oh, en ik wilde positieve comments doen, maar dat mocht niet van de eindredactrice. Die schrijft ze zelf elke week. Yeah. Onder de scheldnaam. Ze wil dat we elkaar haten. Ja. Roos, je doet het supergoed dit aansturen. Echt leuk. Ralf, niet zo negatief doen. Het is maar een podcast waar je juist de diepte in gaat over een onderwerp. Je haakt gauw af, terwijl Roos zo haar best doet. Hou daar een beetje rekening mee. Ik ben het daarmee eens. Oh. Ik ben het daar helemaal niet mee eens. Ik ga hartstikke erg mee de diepte in. Ik leg alles op tafel, joh. Ik ga alles aan. Nee, ik denk dat ze meer bedoelt dat je Roos... Dat je wat liever moet doen tegen Roos. Oh, daar ben ik het niet mee eens. Ja, eindelijk ja. Eindelijk iemand die het voor me opneemt. Hey, maar wij hadden toch een relatie? Ja, dat worden we ook. Ja, nou goed. Dit was hem dan weer voor deze week. Vergeet ons vooral niet te volgen op de socials. En ga naar ons YouTube kanaal voor alle fantastische, geweldige nieuwe series die eraan komen. Yay! Oké, wat is jullie beste tip voor een eerste date? Oeh, drinken. Drinken? Nee. Hè? Toch wel. Ja, dan wel. Oh, dan wel. Ja, dan wel. Spuiten en slikken, de podcast. Voor je wekelijkse portie seks en drugs. Als je je dikpik aan een wildvreemde durft te sturen, laat hem dan ook maar eens aan je beste vriend zien. Met die opdracht nodigden wij mannen in onze studio uit voor een open en eerlijk gesprek over seksualiteit. Ze moesten alleen wel even met de piemel bloot. Het voelt wel gek dat ik zo geconcentreerd naar jouw piemel zit te kijken. Oeh, sorry, maar jouw tattoos complimenteren jouw lichaam verder echt fantastisch. Dank je. Weet je Mike, weet je zeker dat je wit bent? Dit is... Ja, hij is lang. Mike is lang. Maar dit... Onder de douche of zo met hockey heb je altijd wel gewoon een beetje gekeken naar andere piemels en zo. En dan heb je gewoon een beetje een idee van, oh, hij heeft dit, hij heeft dat. Niet dat ik daar elke training volledig op gefocust ben natuurlijk. En als je eerste keer dan, het viel tegen dus, als het zo hoort. Eerste keer was het drama, man. Ja, dat is echt, ik kreeg mijn vooruitje niet eens over Michael. Je hoort het in de podcast Piemelpraat. Abonneer je nu in je favoriete podcast-app.